Ik was opgestaan en het was echt een hele slechte ochtend, want ik was een van mijn bolletjes van mijn septum piercing kwijt, dus die was ik overal gaan zoeken, maar helaas geen resultaat. Dus had ik me omgekleed en mijn schoentjes aangedaan en mijn zonnebril meegenomen om zo in de auto te stappen, want ja, ik moest natuurlijk naar de winkel gaan voor zo'n nieuw bolletje. En ik had ineens een kleinere piercing in mijn neus laten zitten. Daar was ik echt blij mee. Even met het open dak zo naar huis rijden. Prinske lag lekker te chillen en ik had het geweldige plan om een latte macchiato te maken en die buiten op te drinken. Prins was er ook bij komen zitten. In de avond had ik even mijn lamp aangedaan en let niet op de rommel. Maar ik ging dus even mijn huid verzorgen. Eerst had ik mijn huid volledig gereinigd en toen bedacht ik me dat ik die haarband had, dus had ik die even aangedaan. En dan even een crème opsmeren voor mijn vette huid. Dat is eigenlijk best wel een onhandige pot, dus doe ik dat altijd met zo'n achterkant van een penseel. En als laatste doe ik altijd nog vaseline op mijn lippen. Sommigen zeggen dat dat goed is, anderen weer niet. Maar ik vind dat wel fijn. Even mijn bril terug aan doen, zodat ik eindelijk terug kon kijken. En dan mijn lamp uit doen en dan in bed een film kijken. Oké, bye!